Hier laten we zien hoe je heerlijke appelpannenkoeken kunt maken. En daarvoor beginnen we met het maken van het beslag. Dan koop je dit natuurlijk kant en klaar, dan hoeft dat niet. Maar je kunt dat heel erg makkelijk zelf doen. Daarvoor weeg je eerst het bloem af. In dit geval 300 gram bloem. Daar gaat een halve theelepel zout bij. Een theelepel baksoda of natrium bicarbonaat. Anderhalve theelepel bakpoeder. En 20 gram suiker. Dit meng je. Voor twee pannenkoeken gebruik je dan ongeveer 150 gram van deze pannenkoekenmix. Daar gaat dan een ei bij, 250 milliliter melk en die voeg je al roerend toe zodat je geen klontjes krijgt. Dan smelt je boter in de pan. Doe dan 1 soeplepel beslag in de pan en verdeel het door de pan schuin te houden of met de bolle kant van de soeplepel. Leg na een minuutje de appelpartjes erin en dan dek je ze af met nog een klein beetje beslag. En na 2-3 minuten dan is de bovenkant ook bijna gaar. Dan komen de belletjes erop en dan draai je hem om. Dan bak je ook de andere zijde goudbruin. En dan heb je een heerlijke appelpannenkoek. Eet smakelijk!